moet je dat niet doen. Maar we gaan jou niet beperken. Jacob en Hond. Oké, we gaan. Mensen, kom op. Go, go, go. Hit the road. Ja, we gaan ja, want dat is beter dan voor het hondje. Anders dat door, gaan we door die hobbels. Zo. Kijk eens, daar gaan ze hoor. Onze wielrenners. Kom op jongens, op trainingskamp. Hartstikke idee. Kortweg. Zag je, het waren Belgen. Kortweg stond er op die auto. Ja, organiseerde de fietsen op. Hier, daar staan ze ook. Dat loopt helemaal door dat strand. Oh ja. Kijk uit, het is een klein stukje weg wat we nu moeten doen. Zo mensen, jullie zien het, we zijn bij de markt. We zijn hier met z'n allen hier geparkeerd en we hebben aan die mevrouw gevraagd of we hier mochten staan. En die zegt ja, en die haalde zelfs de stoel weg bij de muur, zodat wij hier konden staan. Ja. Ah, dit is toch zeldzaam lief. Ik vind dat echt heel mooi. En het is, de markt van Villa Rocos. En die loopt helemaal door tot aan de Puerto. Dus dat is het leuke, want dan kun je ook de haven zien. Ja, hun hebben de haven nog niet gezien, toch? Ja. Nou jongens, we zijn op de markt. We gaan even kijken of we een paar schoenen kunnen kopen voor Jacob. Nou, we zijn hier weer op het plein. En jullie zien het. De slager staat er. Het terrasje zit er weer vol. Kip. Heerlijke kip. Hier heb je nog groenten. Lekkere kaasjes. Zien jullie. Leuk hè? En hier heerlijke kruiden, jongens. Kruiden, noten, noem maar op. Tijgen. Veel, wel veel fruit. Ja. Nee? Valt hier wel op, ja. Ja. Ja, dat valt okay. En zie je wat bijzonders? Broodjes? Zie je, dat zijn die, dat wat je daar in het linkerhoekje ziet vooraan. Als je in het begin van de markt, daar staat er ook zo'n kraampje met die... Ja. Crepes of zo. Ja, maar het zijn heel luchtig. Oh ja. Ja, ja, ja. Het is een torta de sal. Geweldig hè. Leuke markt hoor mensen, echt waar. Wij, het is heerlijk. En leuk om over te lopen met zulk weer. En dan hoef je ook niet te twijfelen eraan. Dat is echt fantastisch. En hier komen we op de kledingafdeling. Hier heb je allemaal weer nou ja, kleding. Ja. Ja. En tasjes voor kinderen, noem maar op enzovoort. Echt heel leuk. Zo is goed je filmen. Ja. Die mevrouw is gewoon een witte jurk op een zwarte jurk aan het passen. Op een zwart kleding. Dus dat is echt leuk.
Oh, kijk dan, dat is helemaal ouderwets. Bondjassen. Huh? Zie dat, bondjassen. Echt. Nog meer werkbroeken. Ja, nog meer werkbroeken. Moet ik naar kijken. Jongens, jongens. Grote terug. Ja, want anders, we moeten ook weer die kant terug en anders moeten ze alles meeslepen, dus daarom duurt ze nou nog niet. Ja, helemaal. Kijk dan, 2 euro. Oh ja, zijn, kijk, zijn gebruikt, hè? Ja. Nou, dan hebben we hier de afdeling van het zilver enzovoort en het staal en noem maar op. En ook weer schoenen, kijk, in alle soorten en maten, leuk opgesteld. Als je nou heel hard tegen die tafel schopt, dan kun je lachen. Dan krijg je... Oh, trouwens, dat was een grapje hoor. Dat is een grapje hoor, dat ik zeg tegen die tafel schoppen. Dat is niet echt gemeend. Villa, bij een petje voorbij. Ja, bij een petje, ja. Ja, ja, ja. Het wordt wel een beetje druk, jongens. Dus ik denk dat ik even stop met filmen. Dus, oh ja, kijk, daar wordt het weer wat ruimer. Net toen liep ik helemaal tegen de ene hand te drukken en dan weer tegen de ander. Kijk mensen, zien jullie dat spek? Hoe mooi dat spek is. Dat is echt spek. Wat zou dat zijn? Olie of wijn? Ik denk olie. Ik heb mooie... Ja. Ja, 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 ja. Kunnen we even filmen dat hij aan het stuk knippen is, zie je dat? Ja, mooi. Ja. Hij wordt gewoon in 4 stukken. Ja, 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 ja. Een beetje jus erbij. Ja. Kijk, die aardappels zitten ernaast in. Oh ja. Kijk, hij doet hem weer maken. Ja, prachtig. Prachtig. Ja, follow the... Go with the flow. Ja, je mag geloof ik niet anders. Hobbeltje. Nou, hier gaan we Villa Rico's weer uit, jongens. Hartstikke idee. Nee, we hebben hier geen gas. Yes. De fiets erbij, jongen. Ja, de fiets erbij. Nou, zo'n klein stukje, dan kunnen we wel even kijken. Kijk mensen, dit is een camping. Waterloze plekken. Gastles omruilen. Wat leuk! Hey Jacob, lege plekken zat joh! Ja. Oh.
kijk dan nogal. En er zijn lege plekken zat. Wat zeg jij? Lege plekken zat, hè? Kijk eens. Dit is het naast toeristendeel. Oh, die manier. Okay. Daar willen ze gaan staan. Ja. Okay. Ja, er is plek zat. Zo te zien. Hey, en wat kost het per nacht hier? Het is een ACC-camping. Dat is straks even kijken. Oh. 18 of 21. Oh, ja, ja. Maar het ziet er wel gezellig uit. Nou, mensen, het prachtig mooi. En er is hier van alles. Ja. Ja. Nou, het zijn nog flinke plekjes ook. Kijk uit. Ja, nou, dit is dan weer het gewone gedeelte. Dat hierachter is het natuuristengedeelte. Nou, wat een mooie camping hier. Don't worry, be happy. Nou, BN'ers. BN'ers, ja. Hallo, hallo. Ik zeg net van, wat een leuke camping is dit. Familiebos. Ja, de familiebos. Ja, we zijn trouwvolgers van jullie. Oh, echt wat leuk. Ja, dat is Eddie. Oké, okay, welke boek ben je nou aan het lezen? Deze. Oké. Nee, komt ergens uit een bibliotheek. Ja, Ik denk ik, want ik heb een e-reader met honderden boeken en toch vind ik die boeken lekker staan. Oh, ik hoor mijn hoop praten. Ja. Die zegt het ook altijd. Ja, hoe is het een beetje gesteld? Want je hebt een smakker gemaakt, begreep ik, van Engel. Dat je gevallen bent met gisteren. Ja. 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 Ja, nee, maar ze hebben het meteen ontsmet, dus daarom gaat het best wel goed. Ja, okay. Ja, maar laten we maar uitkijken hoe ik straat vouw. Ik heb gelukkig geen spierpijn of zo. Ja, het is een best leuke camping. Ja, ja, hartstikke. Wij komen altijd, tenminste altijd, maar als we hier langs fietsen, aan de weg, ja, dan fiets je zo en ik zie dat stuk en dan denk ik, ja, nou, maar hun willen hier gaan staan morgen, omdat ze moeten wasdoen en noem maar op. Ja, 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 precies. Dus ze zeggen, we rijden er even langs. Dus ik, nou, even kijken. Maar het is een, oh. Ja, je hebt hier twee. Oh, hij staat nog aan. Ja. Mooie machines. Dus ja, daar ook, zag ik. Ja. Oh, daar weet ook. Ik niet. Ja, ja. Wij zitten hier natuurlijk bij dit gebouw het dichtst bij. Ja, ja. Dus ja. Vandaar dat we hier. Kijk, in een dorpje is het niet. Want eerder erg in hebt, dan ben je er eigenlijk al door. Ja. De dorp hier ook. Ja. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Nee. Maar goed, je zit zo op de fiets in Vera en zo. Ja. Ja, tuurlijk. Dus, Villa Roccos is ook heel leuk. Ja, daar gaan we morgen nog even heen. Oh ja, dat is. Vanmiddag gaan we eventjes over de boulevard even wat restaurantjes bekijken. En zo. Ja, leuk. Zijn we 4 nachtjes hier hoor. Hey, het was leuk om jullie nou eens een keer live te zien. Ja. En we blijven jullie vanmiddag. Ja, en dan niet vergeten, duimpje. Nee, dat doen we niet. Dat vergeten we echt niet. Nee, echt niet. Nou jongens, goeie terugreis. Ja, dankjewel, jullie ook. Geniet er nog van, hè? Ja, gaan we zeker doen. Doei! Doei! Nou hoor je het, er is nog plek zat en daar zijn ook wasmachines. Stroom erop geraakt. Ja, daar ook. Ja. Daar zijn er 4 of 2. Of zo. Ja, ja. 2 of 3. Ja, daar. En, nee, is nu voor het eerst daar. En dat is €21. 21. Okay. Ja. Dus ASCII, hè? Dan moet je wel een kaart hebben. Ja, ja. Die hebben we. Hebben we. Nee, hebben we niet. Ja, wij niet. We hebben geen lid van ASCII. Ja. Nou, oké. Maakt ook 2 nachten en heb je. Maar het is wel een hele grote camping. Ja, voor een Spaanse camping zit lekker groen zo zijn. En moet je kijken, je gewoon lekker je was buiten hangen, te drogen enzovoort. Ja. Dus je hoeft alleen maar door die wasmachine heen te gooien. Ja. Zo droog. Ja, ja, het is zo. Ja, met een windje en zo. Dus. Een windje is nog lekker ook. Want hun zeggen ook van je staat hier heerlijk. Ja. Het is niet te benauwd. Nee, zeker niet. Nou, leuk. Ja, maar we gaan weer verder. Heb jij niet zo'n dingetje? Oh jawel. Ja. Oh. Ja, je hebt te lang stilgestaan waarschijnlijk. Dan gaan we eventjes lekker lunchen jongens. Kijk, we hebben heerlijke ham.
jambon, salami, tzatziki saus, boter, kaas, kefir, sinaasappelsap en kijk eens. Wauw. Oh, die zijn precies goed. Ja, heet. Die zijn precies goed gehad. Dus we gaan even lunchen. Ook een goed idee.